In deze video ga ik een stukje voorlezen over het stille volk. Het stille volk zie je hier op dit plaatje en daar ga ik nu over vertellen. Dit gaat over een plek of over het stille volk, dit dus in Finland. Het stille volk. Als je op weg naar Lapland via de hoofdweg E63 van Kajaani naar Kuusamo rijdt, kom je zo'n 30 kilometer ten noorden van het dorp Suomussalmi plotseling oog in oog te staan met een wel heel bijzonder kunstwerk. Op een akker, pal naast de weg, staan al jaren bijna 1000 op vogelverschrikkers lijkende figuren zwijgend naar de weg te staren. Ze zijn gekleed in kleurige bonte kledij en hun hoofden bestaan uit een bosje hooi. Het is een project uit 1988 genaamd Ilmarin Kunas, van de in Suomussalmi geboren kunstenaar Reijo Kella. Hoewel ze al tientallen jaren onder alle weersomstandigheden en in een doodse stilte op dezelfde plek staan, zijn ze een paar keer massaal verhuisd. Zo verschenen ze in 1994 op een ochtend plotseling op de trappen van de kathedraal van Helsinki, tot grote verbazing van de inwoners van de stad. Het stille volk was daar 's nachts heimelijk naartoe gebracht, als onderdeel van de Kainu-tentoonstelling. Na een paar dagen zijn ze even plotseling weer terug naar hun oorspronkelijke plaats verhuisd. De poppen worden goed verzorgd. Er is een groep vrijwilligers die hen 2 maal per jaar propere kleren aantrekt en na een storm de hoofden weer van nieuw stro voorziet. Maar als het stille volk helemaal ongekleed zou zijn, dan zouden er slechts zo'n 1000 houten kruisen op het veld overblijven. Naast het veld is een café dat gerund wordt door de Kainun Kuutamo Keitat, waar de open vuren, daarop worden pannenkoeken gebakken en zalm geroosterd. Ook is er een hut waarin wisselende exposities plaatsvinden. Het geheel heeft een mysterieus karakter.